Dames en heren, welkom. Ik maak een video over eten. En toen heb ik een random generator gedaan. Toevallig kwam ik op jullie twee uit. Die mee wilde doen. Ja, dat vind ik tof. Compagnon van mij. Leuk je te zien. Jullie hebben elkaar elke dag gezien, hoor ik. Ja, klopt. Hé, we gaan vandaag snoep eten. Lekker. Maar niet zomaar snoep. Huh? Wat dan? Japans snoep. Nee, joh, nee. Ja. Dat is allemaal heel raar, joh. Ja, Japans snoep. Nee, dat moet wel lekker zijn. Laten we beginnen. Er is één echt hele rare waarvan ik niet weet hoe we dat gaan klaarmaken. Maar, dat bewaart... Heel leuk. Leuk montuurtje. Waarom heb jij bier? Het is 3 uur 's middags. Precies dat. Okay. Waarom heb jij bier? Ja, het is 3 uur 's middags. Kijk. Oh, serieus? Je hebt dat onderscheid kan ik niet lezen. Er staat Super Mario snoep. Nee, er staat gewoon... Oké, maar Koen, moeten we dit gewoon eten? Of moeten we ook een cijfer geven? Nee, ik ben benieuwd naar je mening over het snoep. Ik ga het ook zelf eten. Oké. Okay. Zit je al? Het zijn hele kleine zakjes. Oh, ze zijn heel zacht. Gaffer, zo. Komt er een loef uit, zeg. Oh, dit is wel... Ik had iets anders verwacht. Gaffer, hij is helemaal zwart. Nee, het is een keutel, joh. Wat een vieze keutel. Neem maar in je mond. Eet maar. Gaffer. Het smaakt naar een zolder van een opa. Het is een taai. Het is echt smerig. Ik vind hem helemaal niet vies. Het is watermeloen, man. Oh ja, watermeloen, ja. Ja, je gelijk. Watermeloen. Lekker. Dit vind ik heel lekker. Oeh, heel lekker. Ik wil een watermeloen, dus vind ik echt heel lekker. Het is allemaal niet vies. Ik geef dit misschien wel een 7.6. En jij? Ik zal er hier serieus achter op het internet. Ze zien er wel allemaal heel leuk uit. Ja. Wil jij nog even een bier over maken? Ja, ik maak even een bier op. Er zitten op alles, er zitten andere dingen ook. Ja, er zitten op elkjes de andere dingen. Mijn bek. So what? Waar ben je nou? Ja, dat is toch niet. Oh. Godver. Dit leek mij gewoon die dingen met Nutella. Ja. Maar het komt uit Japan. Yum yum. Oh, maar dit komt. Oeh, ja, dit ligt er al een tijdje mee. Dit is cement. Dat stinkt, mevrouw Kaag. God, halleluja. Het is heel een beetje vochtig, dit man. Ja, raar. Ja. Heel raar. Het is een beetje vochtig. Ik ben wel lekker. Mag ik nog even dubbel dit? Die staven. Ja, fucking droog. Die voegen niks toe. Laat mij dat ding maar uitlepelen bij mijn pink. Oh, dat is verschrikkelijk. Dat is wat mogelijk. Heerlijk. Cijfer? Ja, echt wel een dikke 8.2. 6.2. Oh, een Ocean Ball. Hey, dit is een Pokémon. Ja, die ken je wel, toch? Heb jij een dealer in Japan zitten dan? Ja, ik wil eerst. Ik hoef dit niet. Mm. Het smaakt een beetje naar van die dextro. En dat gesmolten, maar dan met heel veel water. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, wel lekker. Oh, ik vind het ook heel lekker, ja. Ik vind hem ook een span. Doe mij taal achter van die blikken. Ik vind het echt mogelijk lekker, man. Een klein beetje dit kan. Ik kan er nooit viezer van worden. Ik denk dat het best lekker is, man. Het doet lekker uit. Het is een prachtig biertje. Ja. Gewoon een wit biertje eigenlijk. Moken lekker. Echt lekker, man. Heerlijk fris. Zo, lekker? Dus moken fris. Zo, dit is fris. Oh, ik heb hem toch een nieuwe dode gecombineerd. Jezus. Doe zo'n 9.6. Ja. Geef het een 9.6, man. Ik neig er ook niet. Het volgende. Ja, doe even het volgende. Ik ben echt benieuwd, man. Motte. Wat ik leuk vind, is dat die Japanse producten allemaal heel erg spreken zijn animatie. Die zegt Koala's Mars Vanilla Milk. Gaffer. Dit is message card. Please open the lid to start game. Hier is het spel. Story making game. Let's make a story and share through this character. For example, I want to be a football player in the future. Oké, okay, Rus, jij mag beginnen. Ja, jij mag beginnen met het eerste verhaal. Dit is David Beckham, die net gestopt is met voetballen. Uh-huh. Ja, ja. En toen dacht, op welke manier kan ik nog blijven voetballen? Ja. En toen is hij veranderd in een koala. Oké. Okay. Hé, hey, maar al die recepten die staan hier in de Russisch op. Is het wel echt... Recepten, hoe maak je het zelf? Heel vanille. Zo, wat een ding vanille. Ik denk dat het lekker is, man. Ja? Het is wel leuk, ik vind zo'n kwaadje erop vind ik leuk. Hij vreet hem meteen. Geen niet zo lekker. Mm. Is gewoon lekker. Vind je niet lekker? Tikken nog even. Goed, dit lijkt een beetje op die grote peniskoeken. Maar die zijn ook lekker. Ik ben de laatste twee. 8.3. 8.3. Zo hoog? Ja, ja, maar echt. Om in de dieren te blijven. Kijk, wat is dit? Wat een rare vis. Doe not fucked fish. Het ruikt naar een voorraad in die kauwgom in zo'n rol. Zo heel lang. Ja, die, weet je, ja. Daar ruik ik naar. Dat vind ik vies, man. Reken hem even in een paar stukken. Nee, hap gewoon meteen. Ja. Stoffig. Dus het smelt op je tong. Ja, lekker, man. Ja, man. Lekker. Als je het zo aanraakt, is het gewoon hard. Ja, het is gewoon maar dan komt het op je tong. Kom je op je tong en dan wordt het gewoon een oasisachtige melange. Het is net eigenlijk een soort knetterlolie. Het op je tong komt en dan denk ik, hé, wat gebeurt er met me? Of een soort MDMA. Het is eigenlijk een soort MDMA. Eigenlijk een soort MDMA in visvorm. Cijfer. Bro. 9. 9? Nee, dat niet. Nee, ik vind hem niet satisfying genoeg. Nee, ik ben ook heel saai. Ik vind hem saai. Geef het een... maar wel een 7 meteen. Jezus, nog een vis. Dit is garnalensmaak. Ja. Normaal met penningwater. Ga je nu die cijfer dan wel lager doen? Ja, ik vind het ook minder lekker, man. Ja, gewoon minder lekker. Een 6. Ik vind deze... oprecht, ik vind het 5.4. Nee. Geef hem onvoldoende. Als dit zou liggen, dan zou je het niet nemen. Nee. Ik vind hem dood, man. Dat is niet lekker, man. Laten we de rest nemen. Oké.
Wat is dit? Dit ziet lekker suiker uit. Dit ziet er heel dotty uit. Jezus, is wel een zwarte sigaar, man. Dit is gewoon een sausagepan. Oh, ik blaas nog een partij stof naar binnen. Dit is een partij stof? Wat een stoffige meuk is dit, joh. Hij is wel boterzacht. God, dit vind ik echt zo smerig. Als je dit nou vergelijkt met die visnet, was die visnet al zalig of niet? Die chemische haarbijt is wel aanwezig. Nee, ik wil jou horen met je chemische haarbijt. Zeg ik wat. Misschien is dit wel een chemische haarbijt of fratella. Wees het eerlijk nu. Je gaat nu echt niet met een voldoende komen, hoor. Vind je best lekker? Nee, nee, echt niet. Vind je best lekker? Ik vind ze, dit geef ik een 5 van 9. Okay. Nou, het is precies hetzelfde. Maar nee, niet precies, want dit is met chocola. Ja, dit bestaat gewoon. Jongens, het is tijd voor... Die vind ik leuk. Dit zijn snoepjes. We hebben vier smaken. Oh, leuk! Leuk! Alsof ik een wastablet naar binnen ben. Die blauwe weet ik niet. Dit is gewoon een cola flesje, maar met veel minder smaak. Lekker. Lekker? Ah, waar slaat dit op? Ja, kleur had hij al -3. Komt hij boven de 0? Even calorieën kijken. Even kijken, even kijken wat er allemaal in zit. Oh, dat had ik niet verwacht. Hij rolt hem af op een 4. En jij? Een 2. Oeh, kijk. Dit lijkt me nou helemaal niks. Wat is dit voor combinatie? Druif? Perzik. Druif en perzik? Druif en perzik. Ik ben dus best wel fan van perzik snoep. Behoorlijk fan zelfs. Maar druif. Ruik dat, ouwe. Nou. Zo, nou dat ga ik niet eten. Het ruikt naar verfpik. Ja. Maat, ik leg een stukje perzik op mijn mond. Ja. Ik proef gewoon helemaal niks. Oh, die druif maakt mij weer 7 frissen. Dat is echt niet normaal. Het is gewoon... Jammer mensen dit! Ik word gewoon instant misselijk. Broer, die druif helemaal in je mond hangen, die druif. Niet te beuken dit, man. Ik vind het echt niet te beuken, man. Godverdamme. By far de vieze nu toe. En dan vind ik die perzik mee, maar die druif... willen we wat drinken of wat eten? Nee, drinken. Even drinken, man. Ja, ja, even wat drinken. Maar oh, die is lekker. Is niet iets vies. Super C en rosé. Is het rosé? Nee, het lijkt niet dat hier alcohol is. Nee, het is gewoon limonade. Ja, nee, ho. Dit is chemisch. Holy shit. Ja. Ja, nou ja, niet lekker, maar ook niet heel vies. Het is gewoon... Oh, dit vind ik wel lekker, man. Dit vind jij ook lekker. Ja, dit vind jij wel lekker. Dragon Ball Z. Beeldje in, een beetje grey erbij. Zo. Die is goed, man. Vind je niet zo lekker, hè? Ik vind het echt lekker. Ik krijg van mij echt een Fernandes af. Ik vind hem een 6 per dag. Oh, deze ken ik wel van de internet. Banaansticks. Oh, dit wordt mijn ding. Ja, ik hou heel erg van banaan. Dat weet je. Ja. Ik denk dat deze echt heel lekker is, ja. Willen jullie er 1 of 2? Doe maar een paar van die staven. Dit is chemisch geel. Zo, lekker, man. Ik weet nu al dat het lekker is. Ook hoe het voelt. Oh, dit is lekker, man. dit is echt mijn snoep. Ik weet het nu al. Dit wordt fucking lekker, man. Ik heb zo'n glazuurlaag eromheen. Met heel veel smaak heeft dat altijd. Oh ja, heel veel smaak. Dit vind ik een soort van gele roze koek. Ik had hoge verwachtingen en dan valt het toch tegen. Ja, eens. Ik vind ze toch nog steeds heel erg lekker. Chokies hebben we nog nooit van banaan gehoord. Nee. Maar toch geef ik het een 8.3. Ik vond het echt lekker, man. Ik heb hier chocoladebedjes. Maar ik denk dat deze wel gaat smaken en die we al hadden. Het ziet er wel heel romig uit. Ja, een beetje karamelachtig. Karamel fudge. Karamel fudge. En dit, als dit niet zo vloeibaar is als wat ik zie, dan eet ik hem dan niet. Jezus, het is vlees, man. Geeft zwart. Waarom doe je het? Godje. Dit is helemaal stof. Het is een mot die doodslaat. Ik ga het niet eten. Het is helemaal niks, man. Nee, ik ga het ook niet eten. Hier komt een hele grote karamelvormige druppel uit. Ja. Echt heel vloeibaar. Hij heeft gewoon een reuk. Ja, een druipertje. Nee, stof, maar dit kan man. Dit is gewoon zand. Zo kan... Dit is dit gewoon kan, dit kan niet verkopen. Ja, dit is een barbecue. Dit is een kooltje. Dit kan het niet verkopen. Nee, ik kan niet. Je stuurt hem gewoon terug. Hop, op een vliegtuig naar Japan. Hoppakee. Honky blankie op vakantie. Nou jongens, mijn dieren heeft wel één ding, maar dat is echt heel raar. Het is een snoep, maar ik snap het niet. Dus we gaan er nu achter komen. Het is namelijk dit. Wat? Een ei met sperziebonen. Maar hier achterop staat het een soort van alsof het een gerecht is, maar ik kan me niet voorstellen dat het een... Je moet het bakken. Jezus. Wat zit nou hier? Kijk, je hebt dus die vorm van dat ei. En hier giet je dan dus dit zo in. Nee, hier giet je dan dit in. Dan heb je dit voor die sperziebonen. Die doe je in dit vormpje. Kijk, hier doe je die sperziebonen in. Ah, dan eet om de hoek. Goeie shit. Dat is vies. Jan. Gadverdamme zeg. Dat is een zuur. Jongens, zou dit lekker zijn, denken jullie? Dat weet ik. Ja, dat. Gadverdamme.
Ding is een beetje, kun je dit beoordelen op een beetje gewoon geen enkele van de klaarmaakstappen volgt? Ja. Vind ik ook. Nee. En jongens, hebben jullie genoten? Ja. Wat vond je de lekkerste? Dat drinken. Bedankt voor het kijken deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer jezelf. En wees erbij bij de volgende video. Want volgende week gaan we... Moet ik of Milan? Allebei. Oké.